Ik ben hier op de locatie Lol en op deze locatie heb ik van deze twee kasten, de buitenste twee, op 29 juli een TBE gedaan. Een beetje van, was er niet meer eens dat ik zo voor de kast stond. Een TBE gedaan en de broed van, sorry, een TBA, een totale broedafname. En het broed van die kast is met wat opzittende bijen in de middelste kast gegaan. En sinds 29 juli hou ik regelmatig bij hoe het met die volken gaat. En vandaag is de laatste keer, want we gaan de winterzit inrichten. Dan is het gedaan voor dit jaar. En neem ik jullie nog één keer mee om te kijken hoe het nou met die bijenvolken gaat. TBA is een methode om met weinig chemicaliën, weinig oxaalzuur of helemaal geen oxaalzuur bijen tegen de varroa te kunnen behandelen. Met een aantal voordelen. Bijvoorbeeld dat je geen zwermdrang meer hebt als je dat in mei doet. Of dat je nieuwe volken kunt maken, zoals we in dit geval gedaan hebben van het broed. Daar is een nieuw volk van gemaakt. Maar het allerbelangrijkste is dat de bijen gezond de winter in gaan. Met dit volk had ik iets wat een probleem. Het ging op zich redelijk, maar ik vond dat die koningin niet na de tweede broedgang niet meer goed in eiafgifte kwam. En daar heb ik de koningin van vervangen. Die zit nu in de mini-plusje die hier iets verderop staat. En de koningin uit de mini-plus heb ik hierin geplaatst. Dus we gaan eens kijken of ze hier nu wel aan de leg is. Kijk gerust mee. Het is vandaag trouwens 26 oktober. Ik moet het goed zeggen, want gisteren zei ik dat het 28 oktober was. Nou, dat klopt dus niet. Ik kan nog niet in de toekomst kijken. Dus gisteren was het 25 oktober. Vandaag 26 oktober, zaterdag. En we gaan even kijken hoe deze volken erbij zitten. Kijk gerust mee. Ik ga het even proberen zonder rook, want ik heb de luxe auto bij me. En dat is de auto van mijn vrouw. En die heeft er echt een broertje dood aan dat die auto zo naar rook stinkt. En ja, zo'n roker, ook als hij uit is in de auto, stinkt toch een uur in de wind. Dus ik probeer het even zonder. Na het derde prikje zal ik rook gaan halen. Ik probeer het eerst even zonder. Ik begin nu op het buitenste raad. Buitenste raam. Van mij gezien. Dus dit is dan de eerste, tweede, derde, vierde, vijfde, zesde, zevende, achtste. Of de eerste en dan terugtellen naar acht. Ik kijk naar de voerpositie en naar de bijen. Dus ik laat alle kanten even zien. Dan kan ik ook inschatten hoeveel bijen er nu in de kast zitten. En hoeveel broed en hoeveel voer in de kast zit. Daar gebruik ik altijd de Liebevelde schatmethode voor. Dan verdeel je het raam in je hoofd in acht delen. En elk deel staat dan voor een bepaalde hoeveelheid bijen, voer of broed. Nou, dit is een mooi vol voerraam. Het eerste raam is trouwens leeg. En dit raam is redelijk goed gevuld. Tweede raam. Hier wat stuifmeel. Hier open voer en hier een klein beetje gesloten voer. Nou ja, hier gesloten voer en de rest allemaal open voer. Ook een kilootje of anderhalf voer. Het zijn niet van die dikke ramen, want ik gebruik hier een kleinere raadafstand. Dan gaat er natuurlijk ook minder voer in. Nou, we hebben hier een broednest. Dus de koningin is nog aan de leg. Dat is open broed. En hier zie ik ook nog eitjes. Dus dit is gesloten broed, uitlopend broed en wat eitjes. Een vuist vol. Aan de andere kant idem dito. Tot nu toe gaat het goed met de bijtjes. Zijn redelijk rustig, ook zonder rook. Is dat goed te doen. Hier zien we in het midden weer een klein broednestje. Eigenlijk heel, zoals ik dat heel graag zie in de opmaat na de winter. Daar loopt onze koningin. Ja, larfjes en eitjes. Oké, ook weer een vuistvol, ietsjes groter. Midden van het broednestje. En dan gaan we alweer naar de buitenste ramen. Je houdt het broednest denk ik alweer op. Ja, dus stuifmeel. Dus hier zat het broednest, dat belegt de koningin niet meer. Dan komt daar vanzelf stuifmeel terecht als ze nog wat halen. Aan deze kant is volledig voer. Met wat bijtjes, ook niet zo heel veel.
Dus dit volk gaat echt met weinig bijtjes de winter in. Het heeft geen gas meer gegeven zoals ik hoopte. Als ik dat had gewild, had ik er een jonge moer in moeten plaatsen. Ik heb er nu een oude moer in geplaatst. Die wil eigenlijk in de winter niet meer leggen. Maar in ieder geval heeft ze nog een broednestje aangelegd. Zodat we in ieder geval wat jonge winterbijen hebben. En het laatste raam met nog wat bijen. Voor de zuivere telling kijk ik nog even aan de kanten. Nee, daar zitten geen bijen meer. Er vliegt natuurlijk wel wat bijen, want het is er vliegt echt wel goed bijen. Dus die moeten we bijtellen. Voor de rest kunnen we wel een schatting maken hoeveel bijen er in dit volk zitten. Wow. Qua gewicht zou ik zeggen, voldoende. Dus die voer ik niet meer. Dan kan ik natuurlijk direct de aangepaste broedruimte maken. Dat ga ik doen. Dat is eigenlijk dubbel werk. Dat had ik gelijk moeten doen. Dat heb je als je praat en filmt tegelijk. Dan wordt dat moeilijk. Ik dacht dat hier het eerste broednestje begon. Deze zet ik op 3 ramen. Dat is een zwak volkje. Ja, hier hebben we broed. En hier niet meer. Dus dan zet ik hier mijn kantraam. Geen bijenpletten. En zo. Dan hadden we 3 raampjes met broed. Dus tot die. Dan hebben we hier nu eigenlijk een warmtekamer gemaakt. Dan maak ik aan deze kant. Zo. Zo, dus ik heb nu eigenlijk een kast gemaakt met 2 kamers, zou je kunnen zeggen. Het is net politiek, de eerste kamer en de tweede kamer. Dus de warmtekamer, die hangt tussen 2 kantramen. Daar hangen 3 raampjes in. Het is een zwak volk, die kunnen hier makkelijk op de tros zitten met z'n drieën. Op die 3 ramen, met z'n allen. En dan heb ik 1, 2, 3, 4, 5. Dat is veel te veel. Maar goed, ik heb ze er nu in zitten. Ik laat ze er nu ook in. 5 ramen met reservevoer. En in het voorjaar ga ik dan die reservevoerramen, die buitenste zal dan leeg zijn. Dan ga ik steeds 1 volraam naar de warmtekamer brengen. Waar de koningin dan op kan gaan broeden. Nou, fijne winter toegewenst. En tot volgend jaar. Nou, zo zie je dat je eigenlijk ook prima kunt imkeren zonder rook. Bijtjes zijn heel rustig op dit moment. Het is natuurlijk altijd fijn om rook in de buurt te hebben voor als het echt even een wat minder fijn volk is. Hè. Dat middelste volk is geen zuivere bukvaas meer. Dat is al een F2. Dus ja, dan vrees ik dat ik daar toch wat sneller wat voer nodig heb. Dus dit is het tweede volk waar ik de TBA van heb gemaakt. En dan laat ik dadelijk de broed afleggen zien. Dat is dus eigenlijk het nieuwe volk dat ontstaan is. Zo. Nou, je ziet zelfs dat er nog gebouwd wordt. Hier onder de
honingkamer. Dus dit is echt een sterk volk. Die vonden dat ze nog even moesten bouwen. En dat komt natuurlijk door het, de hoeveelheid suikerwater die ik toegevoegd heb. Dat stimuleert gewoon nog de bouw. Dus je hebt gewoon in het najaar nog behoefte gehad om een beetje te bouwen. Dus heb je een klein beetje wildbouw gemaakt. Of wildbouw, natuurbouw moet ik eigenlijk zeggen. Wat is wild? Klein strookje. Verder geen probleem. Veel bijen op de kantraam. En nog veel meer bijen hier op de zijkant. Die zit helemaal vol met bijen. Allemaal mooie jonge bijen. Dus die hele kantraam hier zit vol met bijen. En ook op de bodem lopen echt veel bijen. Ze hangen daar niet meer in een tros. Tenminste niet zoals ik nu kan zien. 2, 4, 6, 8 ramen. Andere kant van het raam, dus een zwaar voerraam. Hang ik weer in de gelijke positie terug. Ik kan deze ook nu terughangen. Ik heb het laten zien. Zelf een beetje onvoorzichtig. Het tweede raam heeft een klein broednestje. Dan kijk ik even naar. Nee. Hier geen eitjes meer. Hier zie ik wat uitlopend broed. Zie je hier ook nog uitlopend broed. En ook in het midden van dat broednest zie ik geen eitjes meer. Dus het is een uitlopend broednestje. Prima. Graag zelfs. Dit volk lijkt mij sterk genoeg voor de winter. Die hebben eigenlijk geen nieuwe winterbijen meer nodig. Ook aan deze kant, de binnenkant van het raam, zie ik geen eitjes meer. Dus uitlopend broed. Nog een 100 cellen misschien. Dus dat is mooi. Tweede raam, dat zal het broednest wat groter zijn. En inderdaad, hier zien we een groot broednest. Nog helemaal verzegeld. Gesloten broed moeten we dan zeggen, noemen we dat. Hè? Bij honing noemen we het verzegelen. Bij broed noemen we het gesloten. Dat is natuurlijk onzin. Het is allebei verzegeld. Geen eitjes meer. Mooi. Zo zie ik dat ook graag. En ook aan de binnenkant nog geen eitjes. Dus is de binnenkant van het raam. Mooi broednest, echt groot broednest. Zie je, hier loopt het nog helemaal door. Dus dit was het uitlopende broednest. En aan de buitenkant gezien ook een groot broednest, maar allebei uitlopend. Dus al die bijen die nu geboren worden, die hoeven geen larvies te verzorgen, want er zijn geen eitjes gelegd. Die bijen worden 100% winterbijen. 100% is het nooit bij bijen, maar hier zien we nog wat larfjes. Hier zien we wat jonge larfjes en een paar eitjes. Dus hier hebben we eigenlijk een klein broednestje dat de koningin nog onderhoudt. En aan de buitenkant vanaf mij gezien niks meer. Dus dan zit hier eigenlijk het broednest wat nog onderhouden wordt, denk ik. Gaan we nu zien. Nee, is toch niet zo, want ik zie hier ook nog wat jonge larfjes. En wat eitjes, hier zo. Dus hier, dit is echt nog broednest hier. En dan aan de buitenkant vanaf mij gezien. Idem dito, een klein broednestje. Een vuistje.
en wat uitlopend broeds. Ook hier weer een klein broednestje. En geen eitjes meer. En aan de buitenkant geen broed meer. Daar loopt trouwens wel de koningin. Zie? Moet toch nog een keer kijken of we hier eitjes zien. Nee, helemaal niks. Dus wat ze hier doet is me een raadsel. Maar daar loopt ze wel. Een blauw stipje op de rug. Nou, dit is prachtig. Veel bijen. Mooie bezetting met bijen. Ja, dus als ik hier dan een schatting doe, dan verdeel ik in mijn hoofd dit in 8 stukken. Dus één keer door midden zo. Hier zit trouwens een bij, prachtige bij met veel propolis aan zijn poten. Daar. Mooie klompen propolis. Oh ja, ik was aan het vertellen. Dan verdeel ik dus in mijn hoofd dit raam in 8 stukken. Dus half door 1, 2, 3 lijntjes trekken. Dan heb je 4 vakken boven, 4 vakken onder. En dan tel je hoeveel vakken bezet zijn met bijen als je de bijen bij elkaar zou schuiven. Dus als ik dan zeg hoeveel open vakken ik heb, dan zou ik zeggen ik heb hier 1 open vak en op dit stuk dan nog 1, 2, 3, 4 open vakken. Dus dan is dit raam half bezet met bijen. Dit raam zou ik zeggen 1 open vak, schuif ik die bijtjes naar beneden, die schuif ik naar beneden. 1 open vak, 2 open vakken, 3 open vakken en hier misschien nog een open vak. Dus hier dit raam is ook ongeveer half bezet met bijen. Dus 4 eenheden bijen zeg je dan. Dit raam, als ik dit zo bij elkaar schuif, heb ik 1, die schuif ik en die schuif ik allemaal bij elkaar, heb ik 2. En hier, dit bij elkaar is 3. 3 eenheden bijen. En dan hier, zou ik zeggen 1 eenheid, dan schuif ik dit daar naartoe, is 2. En hier nog 1 eenheid, is 3 eenheden bijen. En dan heb ik hier nog een kantraam. Dit zou ik dan als 1 eenheid zien, met een beetje rest bijen. Het loopt natuurlijk hier ook altijd wat bijtje bovenop. Dan kijk ik even op de zijkant, die is echt wel ruim half gevuld met bijen. Dus dat zijn ook nog wel 4 eenheden. 1, 2, 3, 4, 5 misschien wel. En aan deze kant zeker 6 eenheden met bijen aan de zijkant. Nou, deze zijn er eigenlijk ook helemaal klaar voor. Ik voel nog even het gewicht. Och, dat is goed zwaar. Ja, hier doe ik niks meer aan. Dekseltje erop en die gaan de winter ook in. Zo, doe ik de voerbak open. Deze krijgen geen voer meer. Dan poetsen ze de voerbak nog even goed leeg voor me. Daar zit nog een beetje suiker in en een beetje troep. En ja, je ziet wel hoe ongelooflijk veel bij je, hè? Want ze komen hier massaal ook die voerbak uitzetten. Die tel ik dus niet eens mee. Die heb ik natuurlijk net helemaal niet gezien. Maar hier zit ook echt nog wel 3, 4 eenheden bij je. Alleen al in die voerbak. Dus dit is een sterk volk. Zo zie ik ze graag. Wat zit hierin een koningin? Nee, dit is een peemoer die hierin zit. Een nateelt van de boogaard, aangepaard op Ameland. Fijne winter! Die schatmethode waar ik het net over had, die is P
per eenheid, van een raam verdeel je dat altijd in 8 stukken. En per eenheid heb je dan een aantal bijen. Bij Dadant is dat 175 en bij Spaarkas is dat dan 100 of zo. Dan moet ik even nakijken hoeveel dat is, maar dat kun je op de Liebevelder website wel zien. Als jij even op googelt, Liebevelder setsmethode, dan vind je dat wel. Is ook een heel makkelijk voer, bijen en broedschatten. Dus als je een beetje een ontwikkeling van een volk bij wil houden, dan ja, kun je dat op je gevoel doen. Je kunt het ook iets steviger aanpakken. Nou, weer een bak vol met bijen. Ja, ook op de onderkant zitten goed veel bijen. Dus ook in die voerbak hier zullen veel bijen zitten. Ik vond ze toch een beetje opvliegerig. Nou, eens kijken hoe deze erbij zitten. Kantraam. Maar een paar bijtjes. Op de buitenkant ook een paar bijtjes. Mag allemaal geen naam hebben. Ik ga hier ook gelijk de warmtekamer inrichten. Dus deze zet ik even aan de kant. Dan heb ik elk raam maar één keer in de handen. Dit is een voerraam. Goed bezet met bijen. Andere kant. Ook goed bezet met bijen. Dit wordt mijn voerkamer. Hoop ik. Deze is heel zwaar, dit raam. Prima bezet met bijen voor een voerraam. Deze kant ook prima bezet met bijen. Derde raam. Veel voer. Gesloten en een beetje open. Deze is al wat minder zwaar. Hier zie ik ook wat stuifmeel binnenkomen. Mooi geel stuifmeel aan de poten van de bijen. Hier wordt wat geel stuifmeel opgeslagen en hier heb ik de koningin. De koningin wil ik eigenlijk in de warmtekamer opslaan. 2, 4, 5, ja. Dan ga ik nu verder aan de buitenkant. Zo. En dan gaat dit raam namelijk weer de voerkamer in. Want dat is dan het buitenste raam. Gezien vanaf de koningin. De bezetting met bijen is weer prima. Dus deze gaat hier naartoe. Zo. Dan komt hier mijn kantraam. Dan probeer ik deze drie even op te schuiven. Ja, dat lukt. Zo, een beetje rook nodig. Ze vliegen erg op. Die doet het maar minimaal, die roker. Even goed doorwerken. Ik ga hem niet nog een keer aanmaken. Hij is nog aan. Zo. Komt hier mijn kantraam. Zo. Dan dat raam met de koningin. Die had ik er al uitgehaald. Laat ik even allebei de kanten zien. Dus voor de schatting. Nou, dit was het raam met de koningin. Maar die is er al afgelopen. Zo snel gaat dat altijd. En dan maakt het in wezen ook niet uit of ze hier zit of hier zit. Ergens zal die tros zich gaan verzamelen. Als hier broed is, en dat is hier, dan zal dat hier zijn. En je ziet, hier loopt de koningin ook alweer. En dan zien we hier broed. Hier nog helemaal open broed. Eitjes en open broed, dit hele stuk. En dan het volgende kant is weer een prikje. Zie je, dit is een F2. Die zijn echt al minder lief. Sowieso mijn ervaring hier in Lol. Dat als ik hier een lokale aanparing doe, heb ik altijd minder lieve bijen. Dus ik verwacht eigenlijk dat hier een combinatie zit die het niet zo fijn doet met Buckfast. Maar goed, dat valt nog mee te werken hoor. Ik zeg niet dat het verschrikkelijke bijen zijn. Maar dit, ja, is toch iets minder ontspannen werken. Zo. Hier zien we een uitlopend broednestje. Dat niet meer belegd is. En aan de binnenkant veel jonge bijtjes en ook alleen maar uitlopend broed.
goede bezetting met bijen. Veel jonge bijen zie ik ook, dat is natuurlijk altijd fijn. Een zwaar raam weer. Ja, dus zo'n raam is zo 3 kilo, wat dan in die warmtekamer blijft. Dus daar hoeven ze helemaal niet uit te komen om het eerste voer al te gebruiken in het vroege voorjaar. Hè, dat zullen ze in de winter nog niet eens gebruiken. En dat was weer een prikje. In de winter nog niet eens gebruiken. Maar dit was dus een goede kandidaat geweest om een... hier, deze wil me ook prikken. Goede kandidaat geweest om een nieuwe koningin in te doen. Maar dat wou ik niet, omdat ik jullie wilde laten zien dat het lukt om dat ook zonder koninginnenwissel te doen. Zo laat in het jaar nog een koningin volk te maken via een TBA. Want 29 juli zijn we begonnen. Dit volk heeft voer genoeg, dus ook hier maak ik de voerbak weer open. Dus die mooi schoonpoetsen. Ook hier zien we heel veel bijen. Zit goed vastgekit. Dan maken ze die voerbak even goed schoon. Die poetsen ze even lekker schoon. Kijk eens, wat een bak erbij je. Is dat te zien? Nee, dat vind ik niet te zien. Maar er komen echt heel wat bijtjes uit. Als je zo'n bak afklopt, zal ik dat eens doen. Dus kijk hoeveel bijen daar nog dan weer uit die voerbak komen. En dan zitten ze ook nog in de voerbak. Zo, nog geen bijtjes pletten. En dan mag deze dicht. Ja. En dan zeg ik ook tegen deze een hele fijne winter toegewenst. Oh, er komen hier ook nog heel veel vliegbijen. Ik stond even voor de vliegenopening. Heel veel vliegbijen weer terug. Ze worden ook nog flink gevlogen. Waterhalers, propolishalers. Ja, ik zie weinig stuifmeel. Ja, ook nog eentje met stuifmeel. Die zit helemaal onder. Dus die is ergens ingekropen. In een van de bloempje. Prima. Nou, dat is... En daarmee beëindigen we deze serie. Dat is de serie die ging over het maken van een TBA eind juli. Dus dit was 29 juli gestart. Het broed van twee volken in deze kast gedaan. En in de andere twee zijkasten waren de hoofdvolken. En alle drie de volken zien er prima uit voor de winter. Eén volk iets minder sterk, maar prima genoeg. En de andere volken, ja, eigenlijk bom sterk. Dus we hebben van twee volken drie volken gemaakt. We hebben ze met weinig middelen behandeld tegen de varroa. En we zijn helemaal klaar voor de winter. Je zult ook zien, ik zal deze volk ook weer laten zien als we uit de winter komen, dat deze ook heel mooi uit de winter komen. Daar ben ik van overtuigd, omdat ze alleen maar jonge bijen hebben gemaakt. Ze zijn nu ook bijna uit de broed. Ik zal de tellingen erbij doen. Wat dat betekent dat al die bijen die de afgelopen tijd geboren zijn en nu geboren worden, ook geen broed meer hoeven te verzorgen en daarmee allemaal langlevendige bijen worden. Tot zover.